Ja, maar dat gaat het hem sowieso niet worden. Maar oh, wat grappig. Ik weet elke keer niet waar. En dat was heel spannend. Goedemorgen, welkom bij de nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik zit lekker in mijn jas. Ik ga nu mijn cadeautje uitpakken. Zo, dit is waar. Oeh, ik denk dat het... Ik denk dat ik weet wat het is. Shampoo. Het is shampoo. Ik heb deze gekregen. Deze. Ah. Gewoon shampoo. En wat zie ik nou? Dit heeft mijn moeder gedaan. Kijk dan. Deze heeft papa gedaan. Deze heeft papa. Die heb ik. Die heb ik. Die heb ik. Die daarboven. Daar aan mama. Die heeft mijn moeder gedaan. Die heb ik gedaan. En die heb ik gedaan. Leuk. Het is echt zo leuk. Ik ben echt blij dat mijn moeder dit heeft gedaan. Goedemorgen. Het is maandag. En we mochten weer heel vroeg op. Maar goed, Sarah is aan het eten. Mila is er ook al. Oh, je bent bijna klaar, Sarah. Goed zo. Mila is ook zo'n tekening aan het maken. Oh, dan mag je ergens heel mooi je naam ook uitkrassen. Want als we hem er dan bij hangen, dan zien we dat die van jou was. En je kan tussen de middag, als je klaar bent met eten, kan je nog verder gaan. En je hoeft het niet te krassen. Ja, schrijven eigenlijk, hè. Maar je krast het schrijvend eruit. En mag je zelf, hoeft niet nu hoor... Kan je zelf bepalen waar je dat leuk vindt staan. En dan weten we altijd nog dat die weer van jou was. Boodschappen zijn opgeruimd. Hoor iets. Oh, mijn pakketje. Pakket aangenomen, maar is niet van mij. Maar dat werd via mij gestuurd. Even thee zetten nu. Boodschappen zijn opgeruimd. Ik heb maar even goed gewassen. Want daar had ik nu wel tijd voor. Soms is dat in de ochtend vrij lastig. Oh, ik heb zo'n behoefte aan mijn thee. Echt niet normaal. Soms heb je daar zo'n trek in de ochtend. En dan moet ik echt wachten tot ik naar school ben geweest. Want ik red het gewoon niet. Of ik moet een half uur eerder opstaan, maar dat gaat het hem sowieso niet worden. Ik ga de soep opwarmen. Oh, wat grappig. Ik weet elke keer niet waar ik mijn camera moet zetten. En dan hangt daar een rekje en dan hangt de stamper aan. En nu hangt hij dus op de stamper. Ik ga vast de soep een stukje opwarmen. Want Mila die wilde heel graag soep lunchen. Dus toen dacht ik, als ik hem nu vast een stukje opwarm. Moet zo de deur uit. Dan hoef ik hem dadelijk alleen even snel af te warmen. En dan kunnen we allemaal even een lekker bakje soep eten. Ik doe al voor die meiden allebei één boterham. En dan hebben ze één boterham en één lekker bakje kippensoep. Leuk, ik haal ze op uit school, maar ik word helemaal betast hier. Zo kan ik niet lopen. Help, help, help! Ik kom vorige week pas in de vlog, mama. Ja, maar jullie betasten mij helemaal. Ik voel me betast. Dit is niet normaal meer, jullie. Ook Mila is aan het helpen om ons wandje te vullen. Maar Sarah heeft er één afgehaald, want even kijken, deze die heeft ze aan Mila gegeven voor thuis. En dan gaat Mila weer eentje maken die daar op het gaatje komt. Oh ja, die wordt ook leuk. Die is ook nog niet af, maar ze hebben één zo'n speciaal stokje is het. Het is een, ik had het ook met je nagels doen. Ja, maar dat wordt niet netjes. En plus, dan gaat allemaal tussen je nagels zitten. Dus doe dat maar alsjeblieft niet, Sarah. Die beiden zijn op school. En we hadden net natuurlijk die soep. En dan heb ik nog een trekker soep. Maar ik had nog een klein beetje in de pan. Dus dat heb ik nog even bij opgewarmd. Het was nog redelijk warm. En ik ga het laatst een beetje soep eten. Echt, ik heb er dan zo trek in. En ik vind altijd soep de dag nadat je maakt nog lekkerder dan de dag waarop je hem gemaakt hebt.
Dus vandaag is echt de beste dag om deze soep te eten. Die meiden hebben trouwens net tussenmiddag al, hadden ze al afgesproken, in ieder geval gevraagd of ze naar school nog even verder kon spelen. Dus ja, wel grappig zijn ze in de ochtend, tussenmiddag en na school weer bij mij. Dus ik ga ze nu weer beide ophalen, want ik had geappt voor ze en dat was goed. En dan wordt Mila hier straks opgehaald, want die moet ook sporten en ze heeft natuurlijk ook alle cadeautjes. Dus dat moet mee. De vader was net uitgezet. Dus ik ga ze nu weer beide halen, gezellig. Te grappig, die meiden zijn nog niet binnen en ze zijn alweer naar boven verdwenen. Ja, ze hebben ook echt 3 kwartier, dus dat is ook echt niet lang. En ik ga even de boekenkast schoonmaken. Ik had hekel aan, maar het moet echt even weer gebeuren. In ieder geval vooral dingetjes erop, maar dan heb ik altijd zoiets en doe ik hem gelijk helemaal. Maar het is trouwens echt lichter aan het worden, lijkt wel. Maar ik vind het wel mooi nog. Maar het lijkt echt, vandaag vind ik de hele tijd alsof het echt 3 tinten lichter is. Alsof ik het geverfd heb. Ik heb deze rekjes ook nog allemaal staan. Die komen uit de keuken. Maar het muurtje is natuurlijk gestukt. Dus toen moesten ze ergens neergezet worden. Dus er ligt overal van alles daardoor. Dat moet eigenlijk eerst geverfd worden en dan kunnen we verder. Ik ga bovenop beginnen, haal ik alles af en dan ga ik even laag voor laag alles opruimen en schoonmaken. Misschien komen dan wel dingen tegen die gelijk weg kunnen. We hebben Polly er nog even uitgehaald voordat dit kleine diertje gaat slapen. Ik zeg geen dier! Hallo schat, kom je even knuffelen? Hoi! Je wordt zo groot, weet je nog? Hij past op mijn hand. Zo, ik ga zingen voor het Sint. En jullie mogen mee gaan kijken. Zwarte Piet ging uitfietsen, toen klapte zijn band. Toen moest Piet gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Hij kwam in een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. De smid moest toen lachen en plakte zijn band. Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. Wij gaan de laatste aflevering van Undercover kijken. Daar waren we al mee bezig, maar toen moesten we wachten op de nieuwe aflevering op Netflix. En toen zijn we natuurlijk Married at First Sight gaan kijken. En maar dat komt 1 keer in de week. I Can See Your Voice. En nu stonden de laatste 2 afleveringen erop. Dus gisteren hebben we er 1 al gekeken. En nu de allerlaatste van dit seizoen. En het is echt een goede serie. Het is echt een serietip. En ik krijg popcorn. Oh, we hebben Undercover afgekeken. Oké, is ook helemaal gelicht. En dat was heel spannend, maar wel heel leuk. En toen gingen we toch nog een klein stukje Married at First Sight kijken. En dan zit je er helemaal in en dan moeten we echt naar bed. Marco loopt net naar boven. Ik zit echt te denken, zou ik gewoon stiekem vast gaan kijken. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga even de laatste dingetjes opruimen voordat ik ook naar boven ga. De camera is weer aan kant, dus ik ga ook lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!